hier krijg je dus die lichtval, zodat haar gezicht een krachtiger beeld wordt. Dus het is eigenlijk het versterken van het contrast is eigenlijk een van de belangrijkste dingen in zo'n schilderij. Saskia Vughts werd door een Amerikaanse vriend op het idee gebracht om portretten van Hillary en Donald te maken. De Vughtsen zag dat wel zitten. Nu ben ik gewoon helemaal in de hype mee aan het gaan. Kiezen tussen Donald of Hillary kan Saskia niet. Ik kan het echt niet zeggen. En gelukkig hoeft ze dat als Nederlandse ook niet. Ik vond Donald het moeilijkste. En de reacties nu zijn ook heel vaak van je hebt hem mooier gemaakt dan dat hij in werkelijkheid is. Hillary is fantastic. Haar heb ik ook gewoon kunnen pakken. Ze is het gewoon voor mij. Is het nou ook zo dat je een beetje van die man moet gaan houden, Saskia? Oh, ik ben er dol op. Niet echt hoor, maar wel van het portret. Mochten Donald of Hillary zelf onverhoopt hun portretten niet willen hebben, dan zijn ze voor de hoogste bieder. Die betaalt overigens alleen voor het schilderij van de winnaar. Degene die de schilderij van de winnaar koopt, krijgt hem er gratis bij. Eerst maar eens kijken wie die winnaar wordt. Ik ga de wekker wel zetten, ja, zeker. Ja hoor, ik ben benieuwd.